op zoek gingen naar een partner. Voor we met Yvonne Jaspers terugkijken op hoe zij deze nieuwe opzet beleefd heeft, hadden we het nog even over hoe het allemaal ooit weer begon in Engeland. Daar werden 10 jaar geleden in verschillende magazines over tuin en natuur foto's afgedrukt van boeren die op zoek waren naar een vrouw. Duizenden brieven kwamen er binnen. Er werd een party georganiseerd. Daar kregen de naar liefde hunkerende farmers een van tevoren geselecteerd groepje vrouwen te zien die op hun oproep hadden gereageerd. Er werden afspraakjes gemaakt en die leidden tot 1 enkele televisieuitzending. Dat was het. Niets wees erop dat dit relatief simpele reportageprogrammaatje ooit een internationale televisiehit kon worden. Maar in andere landen, en ook bij ons, werd dat basisidee opgelengd tot een heuse reality soapserie. Dat format werd mede dankzij de authentieke sfeer op de boerderij een ongekend succes. Gather round and lend your ear. I got a tale of a man I want you to hear. His land and cattle and... Een internationaal fenomeen dus, met in elk land andere accenten. Neem alleen al Amerika. Daar gaat een klein peloton ladies af op 1 enkele boer. Hier slaat de schrik de hunkerende chicks om het hart als de schoolbus arriveert. En ze even denken dat dit de boer is. Oh my god. Hello ladies, I am not the farmer. Oh. Ja, je voelt de opluchting. Bij ons gaat het om een aanzienlijk serieuzere poging om trouwlustigen bij elkaar te brengen. Zo ook dit seizoen. De nabeschouwing. Ja. Het is een beetje traditie geworden dat we toch even een korte nabeschouwing doen. Vorig jaar met alle boeren, maar dat kon nu niet. Ja, nee, ja. Ze zijn allemaal ver weg. Ze zijn ver weg. Waarom internationaal? Het ging zo goed. Je zat boven de 4 miljoen kijkers. Schijnt toch heel belangrijk te zijn, dat aantal. Dat blijft nou eenmaal zo. Waarom opeens internationaal? Moest het anders, verser? Nee, het konden ze zich aan zelf. Hoe? Nou ja, wij krijgen natuurlijk elk jaar heel erg veel brieven van boeren die een vrouw zoeken. En daar zitten elk jaar ook mensen uit het buitenland bij. Dan hebben we die wel eens in een gereguliere serie gedaan. Maar op een gegeven moment dachten we kunnen gewoon een hele serie maken met alleen maar die boeren. Ja, het was wel anders daardoor. Het was totaal anders. Was het beter, spannender, interessanter? Nou, ik zie dit als een pilot, hè? Als een proef. We hebben uitgeprobeerd hoe het was. En we begonnen klein. We dachten eerst, we maken 3 uitzendingen. En dat werden er 6. En uiteindelijk werden het er 10. Nog steeds veel minder dan een gewone serie. Een kleine serie, wil ik maar zeggen. Ja. Het grote verschil met voorgaande jaren was dat Yvonne nu in 3 maanden tijd 2 keer de wereld overging. Zo ging ze naar Bonaire voor die ene boerin, Aletta. Er was een tripje naar Tanzania. Andere reisdoelen waren Denemarken, Canada, Frankrijk. Kortom, het was wel even iets anders dan naar Bedum of Goes, naar Groningen of Zuid-Beveland. Je vraagt meteen wel iets enorms aan mensen. Want je vraagt niet alleen een liefde, je vraagt ook emigreer. Ja. Naar een cultuur die de meeste totaal onbekend is. Ja. Canada valt er nog mee, maar ik kan me voorstellen dat Tanzania dat het toch een stap is. Ja. Dus je vraagt eigenlijk 2 dingen aan mensen. Was je niet bang dat niemand dat aan zou durven? Toen het nog een plan was wel, maar toen ik de boeren ontmoet had niet meer. En waarom niet? Omdat ik vind dat deze boeren op geen enkele manier onderdoen voor onze Nederlandse boeren. Sterker nog, misschien zijn ze nog wel avontuurlijker af en toe. Hè? Dat ze die stap gezet hebben. En misschien zijn ze nog wel een tikje eenzamer geweest. Omdat ze ook in hun eentje in die cultuur hebben moeten overleven. En nog meer een bedrijf van 0 op hebben moeten bouwen. Dus alles werd extremer. Hè? Het verlangen naar een vrouw werd misschien ook wel extremer. Maar waarom? Heb je dat ongetwijfeld afgevraagd? Waarom niet een vrouw uit het land zelf? Hebben ze nog zoveel moeite om zich aan te passen aan die vreemde cultuur? Of zit daar iets anders? Spreken ze de taal niet voldoende? Nou, of zijn ze gewoon bang? Deels de taal, denk ik. Maar ook in hun hart zijn het gewoon Nederlanders. Ja. En die willen gewoon iemand... Het zijn gewoon Hollandse boeren. Hollandse boeren. Je zag geen verschil met de 6 jaar daarvoor. Nee. 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 Dan bestaat volgens mij toch ook nog grotelijks het risico dat daar vrouwen op afkomen die denken, nou, 3 maanden Tanzania, dat lijkt me niet slecht. Neem de man even op de koop toe, kan me niet schelen, wordt niks. Maar ik heb er even gezeten.
Maar die selecteer je er zo uit. Ja, is dat echt zo? Ja, want op basis van... We hebben natuurlijk inmiddels duizenden keren een brief opengemaakt voor een boer. Ja, het zijn nog steeds brieven, hè? Mails ja, mag toch ook? Ja, mails mag ook. Het is wel vrij modern inmiddels. Maar de brieven die springen er toch vaak nog wel uit. En je krijgt een soort extra zintuig om te achterhalen of iemand echt voor de liefde schrijft of gewoon zin heeft in een spannend avontuur. Ja. En die boeren ook, hè? En daar ben je zeker van? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Nou ja, kijk, je kan nooit bij niemand weten als je vandaag verliefd bent of je het over een half jaar nog bent. Nee. En misschien zijn ik had hier en daar oprecht even mijn twijfels. Vooral in Tanzania, dat ik dacht, wauw, die denkt, dit is leuk. En bij wie denk je dat dan? Sterke vrouw bovendien. En bij haar dacht ik echt, hé, pas op. Ja. Ja. Dat vind je moeilijk om te zeggen achteraf, maar het is wel een nabeschouwing. Hè? Bij het voetballen zeg je ook dat iemand een slechte paas gaf en slecht verdedigd had. Ja, maar het feit dat zij daar nu zit en dat zij zo enthousiast is en dat ze het samen zo goed hebben. Kijk, ja, weet ik veel. Natuurlijk, het is een soort beginnersgeluk, want je bent in een droombeland. Ja. In dat prachtige land met dat heerlijke eten en al die aandacht en wat een... En de zon en ja, maar alles. Met een man van 2 meter, getrouwd geweest, 2 kinderen. Zij ook. Is zij ook 2 meter? Nee, maar wel getrouwd geweest. Ja, dat nee, maar goed, dus dat is wel iets. Hè? Ja. Dus het is nog een stap meer. Dus niet alleen liefde als radicale verandering in je leven. Niet alleen ander land als radicale verandering in je leven. Maar ook nog allebei getrouwd geweest. Ja, maar dat heeft iedereen die scheiden heeft. Dat schijnt zo. Nou ja, en dat het dan toch weer goed kan komen. Ja, dan kan je toch ook een tweede liefde nog eens heel geslaagd. Maar ik denk dat het makkelijker is in je eigen cultuur, in je eigen land, dan opeens in een totaal vreemde wereld. Nou, we gaan het zien. De boeren en boerinnen die elkaar de afgelopen jaren via de televisie gevonden hebben, die hebben waarachtig niet stilgezeten. Ook in dat opzicht mag je zeggen dat het programma een succes is. Er zijn inmiddels bijna 30 boer zoekt vrouwbaby's geboren. En in het begin geloofden niet veel mensen... Je zit op de 30? Ja, bijna wel. Dat geen echte liefde kon worden. Je houdt het thuis bij in de keuken gewoon? Geboortekaartjes. Ja. Nou, dan ben ik interessant of je nog weet hoe het dan vorig jaar afgelopen is. Want het gekke is, je vergeet de mensen uiteindelijk niet, hè? Boer Willem, hoe is het daarmee? Boer Willem is geen boer meer. Die is reisleider op Lesbos. Dat heeft hij wel vrij goed uitgekozen. Nee, en hij gaat de politiek in. Perfect. Hoe is het met Martin en Wilma? Ja, Martin en Wilma die zijn getrouwd. Dat is natuurlijk te lief. Allebei weduwnaar, 4 kinderen... En dan, als je tegen de 50 wordt, opnieuw verliefd worden en weer trouwen. Ja, die waren goed. Die waren zo mooi. Ja. Aad en Jeannette? Aad en Jeannette zijn uit elkaar. Maar uit de brieven heeft Aad wel een nieuwe vrouw gevonden. Henk en Fiona? Helemaal happily ever after. Ja, dus het komt toch wel. En die arme Henrique is waarschijnlijk nog steeds alleen. En die vond ik een van de allerleukste. Ja. Wat een schat. Ja. Henrique, uitzondering dus op de regel. Want meestal eindigt de toenadering met een innige omhelzing en mooie plannen voor een gezamenlijke toekomst. Je ziet dus dat het werkt. Het werkt. En het werkt op een andere manier ook nog, want er is een record aantal dating sites voor boeren ontstaan, hè, als een soort spin-off van dit succes. Maar weet je wat zo grappig is? Boer zoekt vrouw wordt heel vaak een datingshow genoemd. Maar dat is het helemaal niet. Wat is het dan? Het is een programma over hoop. Het gaat over mensen die iets opgegeven hebben en op een dag besluiten, is dit dan nu mijn leven? Ga ik dan zo dood, hè? En dan denken, nee, ik doe nog een poging. Gaat het zover? Ja. Of is het jouw gedachte? Nee, kijk naar Johan. Die had echt opgegeven ooit in zijn leven een vrouw te krijgen. Ja, maar die heeft nooit iemand gehad. Nooit. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Nooit. Het is echt onvoorstelbaar. En hij heeft daar al die jaren over gefantaseerd. Ja, ik wou er nog mee wachten met dat gevoel. Want als je dus eenmaal het zware woord verliefd, is wel heel veel. Maar als je dat dus helemaal in uw kop krijgt, dat woord. Ja, dan gaan alle andere kleppen gewoon dicht, hè. Dan kan hij niet meer, tenminste ik niet, dan kan hij niet meer nadenken, hè. En dat was niet de bedoeling. Maar ja, ik ben niet lief. Ik kan het ook niet ophouden. Dus, ja, ze wist het gewoon. En kijk hem nu gelukkig zijn. Het gaat over hoop. Het is altijd nog mogelijk. Maar zie je dat dan voor je? De eerste nacht van die twee samen, denk je daar wel eens aan?
Ik denk bij geen enkele boer aan een eerste nacht. Heb je ooit wel eens stoute gedachten? Nee, daar wil ik niet over nadenken. Daar stoppen wij. Prima. Aletta, geitenkaasboerin te Bonaire, koos dus geen van beide mannen die dongen naar haar hand. Wat fantastisch. Maar niet getreurd. Kijk nou. Oh, daar word ik er blij van. Ze hadden het al enorm naar hun zin. En als de wind draait, dan is het dus hier stil en is het daaruit. En hoe ze hun verlies namen, dat is bijna poëzie. Dan kom je uit Bonaire terug. Gaan die twee mannen dan met jou het vliegtuig in? Nee, het was heel grappig, want wij weten natuurlijk niet wie er blijft. Ja, maar daar bleef niemand. Nee, maar dat weten we niet. Dus we kunnen geen ticket boeken. We kunnen niet in Nederland pak je je auto, ga je naar huis, maar dat kon daar niet. Dus het waren allemaal open tickets. Het was productioneel natuurlijk een razend ingewikkeld programma. Dus uiteindelijk bleven die twee mannen met z'n tweeën over op Bonaire, want die konden niet terug. Die zaten met z'n tweeën daar zonder haar. Ja, zonder haar, in een hotel. En dat was zo schattig, want toen zouden ze, ik geloof, twee dagen later het vliegtuig terugnemen. En nou, er was dus een kamer voor hun geregeld. En toen, als wij nou met z'n tweeën op één kamer gaan, kunnen we dan met dat andere geld nog langer blijven? Echt waar? Dus die hebben een brommetje gehuurd. En die zijn met z'n tweeën dat hele eiland rond gaan crossen. Die hebben een toptijd gehad. Kijk, dit zijn de mooie verhalen. Dat is toch leuk? Maar was zij niet per definitie een te sterke vrouw om dit type man in haar leven toe te kunnen laten? Ja. Even een eerlijk statement. Ik bedoel, ze slacht hanen. Ja, nou ja, ze is ontzettend zelfstandig. Ze weet precies wat ze wil. Ik kan dat voor haar niet invullen. Ik kan haar vragen, zie het zitten, geloof je erin? En dan moeten we afgaan op haar antwoord. Ja. Je bent in die 7 jaar ook wel behoorlijk diplomatiek geworden. Nou ja, nee, ja, ik dacht serieus, en zeker toen Patrick daar over dat erf hobbelde, dat kan wat worden.